Hey, hallo en welkom. Leuk dat jullie er weer zijn. Vandaag gaat toch zo bijzonder worden. Ik ga namelijk een hele bijzondere variant opnemen van Content 2. Maar voordat dat begint wil ik jullie even wat laten zien. Ik heb namelijk in mijn livestream best wel veel gedaan. Ik heb deze platformen hier afgemaakt. Verder gemaakt. En dat ziet er een beetje zoals dit uit. Verder is er niet heel veel bijzonders gebeurd. Ik heb een hele mooie pickaxe gekregen van Jordi. Ben je nou benieuwd naar die livestream? Ga dan zeker even naar mijn beschrijving en dan kan je hem daar checken. Maar goed, leuk dat jullie er allemaal zijn. Ben je nou nieuw? Abonneer zeker eventjes. Like ook even. We gaan wederom voor 3000 likes. Dat kunnen we halen, jongens. Kom op, 3000. Maar goed, jongens, wat ik al zeg, een hele bijzondere video. Ik zag al jullie comments voorbij komen en ik dacht, weet je, ik ga jullie ideeën uitvoeren. Hoe stom ze ook zijn. Nee, grapje. Kijk, jongens, het ziet er goed uit, toch, dit? Ik bedoel, de vallei wordt eindelijk een beetje mooi, gewoon. De vallei wordt eindelijk zoals ik hem wil hebben, met die platformen. Moet je nagaan als hier nog zo'n platform komt, dat dit ook plat wordt. Maar goed, laten we gelijk beginnen met idee 1. Ik had een idee. Misschien is het leuk dat je over de muur kan lopen. Dan heb je mooi uitzicht. Wauw. Ik kan mijn crafting table vanaf hier zien. Maak in de muur een geheime kamer. Dat gaan we eens even doen. En ik dacht gelijk aan de grote muur. Maar ik heb één probleem met die muur. En dat is dat die volgens mij helemaal volgepropt zit met monsters en creepers. Nee! Ik kan het oprecht proberen. Maar ja, ik moet het eerst even belichten hier binnen. Want er spant oprecht gewoon te veel troep spant hier. Ik heb het zo goed als ik kon verlicht. Ik heb nog maar één torch over. Maar er zijn zoveel creepers. Kijk, die andere beesten maken me allemaal niet uit. Maar één, twee. En dan hieronder nog meer. Ik tel er twee, ik zeg heel veel, maar het zijn er meer. Om dit plan te laten werken heb ik sticky pistons nodig. En sticky pistons zijn gelukkig niet de moeilijkste dingen om te craften, jongens. Dus dat scheelt enorm. En we doen een geheime deur. Doen we met 4 sticky pistons. Dus ik heb er nog eentje nodig. En ik zie dit vierkantje hier eigenlijk wel als mooie plek. Als perfecte plek zelfs. Voor de ingang. Oh, hallo monsters. En jullie... Creeper. Oké, jongens, laten we dan snel even dichtbouwen hier. Oh, heb ik die blokken niet meegenomen. Gadverdamme. Ik heb toch besloten om hem 1 breed te maken. Vanwege het feit dat hem anders hier met de muur komt het gewoon niet uit. Dat is gewoon lelijk. Het is een heel klein kamertje, maar het moet ook een geheime kleine kamer zijn, hè? We kunnen hem zo meteen nog leuker maken, maar hij moet eerst werken. En is die Enderman is even dood? Deze deuren zijn de makkelijkste deuren die er zijn, jongens. Je doet gewoon 1 button, die gaat naar de redstone torch, die zeg maar ze alle 2 activeert. Je zorgt dat die redstone torch niet meer geactiveerd is en that's it. Wat we nu moeten doen is gewoon nog een buttonplek zoeken. Het is echt een mega mini kamer, maar we gaan er nu nog wat leuks van maken. Maar hij werkt, jongens. Hier heb je ook een button. Deze moet je snel zijn, moet je... Auw, ze moet ik hem verplaatsen, maar het idee is er, hij werkt. Want we hebben een snelle geheime kamer, waarvan je eigenlijk nooit door zou hebben. Die button valt op zich wel op, maar het enige is dat ik misschien even een repeater ertussen moet proppen. Waardoor ik iets meer tijd heb, anders gebeurt er dat. Oké, kijk, nu heb ik mezelf iets meer tijd gegeven, dat je hem gewoon kan halen. Je klikt erop, en dan heb je iets langer de tijd en dan kom je binnen. Nou, laten we er nu een leuk kamertje van maken. Althans, dit is mijn bunker, mijn schuilbunker. Stel, het gaat een keer helemaal fout, kan ik hier schuilen. Hier, jongens, mijn schuilbunker. Hij is af. Hij is prachtig. Wanneer ik een keer in grote nood ben, kan ik hier gewoon naar binnen. Kan ik hier slapen. Eigenlijk moet ik hier even een setje... Ja, ik ga hier naar een enderpearl. Voor wanneer ik het nodig heb. Een geheime kamer is gecreëerd, jongens, in de muren. Een inimini geheime kamer. Op naar het volgende idee. Is een rivier door de vallei leuk met een waterval? Ja, dat is zeker leuk. En dat gaan we ook gelijk doen. Ik zat er zelf ook al een tijdje aan te denken, maar ik zag ook al meerdere reacties over een waterval met een riviertje door de vallei. En ik dacht, weet je wat, dat gaat zoveel toevoegen. Dus dit is nog niet af, die muur. Die is althans is bijna af. Deze is nog niet af. Maar we gaan gewoon door met het volgende project, hoor. We gaan een rivier met een waterval en al maken. Daarvoor hebben we steen, water, gras, zand en troep nodig. Maar wat is nou een ideale plek voor zo'n waterval? Want het begint bij de waterval, het eindigt in de rivier door de vallei. De vallei is alleen nog niet af, dus het gaat moeilijk worden. Maar ik zat te denken aan dat plek. Ik weet niet waarom. Door die steile berg zo, leek me dat gewoon een mooie plek voor een coole waterval. Ik ben zo blij met mijn nieuwe pickaxe, jongens. Ik heb hem van Jordi gekregen, maar ik weet wel dat ik nu ooit een keer iets terug moet gunnen. Wat dachten we trouwens van een dubbele waterval? Eentje aan deze kant van die grote rots en eentje aan deze kant van die grote rots. Ja, dat dacht ik ook, jongens. Dat dacht ik ook. Kijk, want hier heb je die perfecte grote bonk hier zitten. Dus als we hem nou hier zouden doen... We forceren het pad wel een beetje. Ik wil hem niet helemaal natuurlijk laten gaan. Ik wil het pad een beetje forceren ervan. Zodat je bewijs van zo hebt en zo. Waardoor die gelijk als hij hier valt, hierheen gaat. Valt hij hierin en dan hier naar beneden. Hier mag je dan 2 kanten op gaan. Waardoor die hier en hier eindigt. Hier, zo. En dit is dan voor nu even het einde. Ik ben benieuwd of mijn idee werkt. Nou, laten wij zien of dit werkt. Vanuit de berg. Hier. Waar gaat het heen? Volgt het... Oh, het volgt het volgens mij wel gewoon. Ja, kijk. Ja! Oké, hij is heel klein. Au.
Hij is heel klein, een beetje minimaal. Maar als ik er 2 maak, kan het op zich wel mooi zijn. Misschien dat ik hem even wat breder moet maken. Als het water nog zo loopt en hier eronder doorgaat. Oeh! En dan kan ik leuk doen dat het hier zo onderdoor gaat. En dan komt het hier... Oh nee, dat is in het pad. Dan komt het hier ergens zo eruit, weet je. Of eronder door. Ja! Misschien kan ik wel iets leuks doen. Want dit is wel echt een klein watervalletje, dit. Dit is niet wat ik in gedachten had. Het is een beetje te klein. Laat ik trouwens eerst ook even hier een infinite water source maken. Want dit is wel poep dat ik dat dan niet heb. We hebben altijd oneindig water. Ik denk leuk als ik deze dan wat groter maak. Dan kan ik die namelijk gewoon subtiel klein houden. Kijk, dat die hier al gelijk groot begint. Onder de berg hier doorgaat. En dan hier weer uitkomt. Ja, dat is leuk. Dat er gewoon echt... Dat die tussen de berg doorgaat telkens. Dat is mooi. Hier, hier. En dan gaat hij hier erin. Maar ik wil hem ook hier zo eruit laten lopen. Dus dan heeft hij 2 kanten waar hij op kan gaan. Zo. En dan hier een poeltje waar het allemaal eindigt. Heel subtiel. Mooi poeltje waar hij eindigt. Zo. Oké, ik ben benieuwd als ik nu water plaats aan 1... Oh nee, ik moet die andere kant nog doen. Hoe dat dan eruit gaat zien. Oké, ik ga er nu water plaatsen. Ik ben oprecht heel benieuwd. Ik ben echt heel benieuwd. Ik denk dat ik ook gelijk naar beneden spring om het resultaat te zien. Hoe dat zeg maar gaat. Want het is kut dat ik niemand anders heb die het water kan plaatsen voor me. Waar komt het uit? Hieruit. Let op. Daar gaan we. Oeh. Oeh, wat is het resultaat? Wat is het resultaat? Dit is... Ja, dit is lijp. Deze is mooi. Kijk, dit is een... Ah! Dit is een iets natuurlijker iets, zie je? Als ik er nu een beetje slaps en stairs tussen plaats, dan klopt het al helemaal. Maar kijk, die voegt wel veel meer toe. En dan is het niet erg dat die wat kleiner is, als ze allebei wat kleiner zijn. Want als ik nu een beetje gras en weet ik veel wat voor allemaal mooie dingetjes toevoeg, dan komt het watervalletje wel tot z'n recht. Dus laten we de details gaan toevoegen. Althans, eerst even het poeltje hier. Maar daar heb ik niet genoeg water voor. En mijn infinite waterpool die is boven. Maar we kunnen tegenwoordig omhoog zwemmen. Onze nieuwe tactiek. Zo snel de berg op willen. Hey! Kijk, daar zijn we toch wel even snel boven. Nee, het is ijs geworden. Oh, oké. Dat gaan we dus niet meer daar plaatsen. Kijk, nu is het al gelijk. Hebben we hier onze infinite water source. Hebben we niet meer zo'n klein lelijk vierkant blokje. Maar gewoon een daadwerkelijk, ja, riviertje. Wat is het? Nou, riviertje. De rivier moet nog komen, maar we hebben de waterval. En dan nu de details. Oké, jongens, we hebben de details. Ik heb zelfs lanterns heb ik even meegenomen. Dan kunnen we even kijken waar wij alles gaan plaatsen. Het doel is namelijk om deze berg gewoon een beetje ook om te toveren. We moeten ook... Oh, behalve leaves. Ik ben leaves vergeten te pakken. Ik ga gewoon beginnen met overal en ergens een beetje stairs en slab plaatsen. En daarna komen er nog leaves tussen. Maar ik doe het ook echt in de nacht. Ik ben echt een knuppel. Waarom doe ik dit 's nachts? Auw! Wat doe je nou? Dan meen je. Hier, sterf. Oh, maar deze gaat ook nog dood ook. Ik ga toch niet echt dood, hè? Ik ga... Nee. 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 Nee! Alsjeblieft! Oh my days. Een half hartje door dat poep hekspeest. Ik denk echt, dit is het einde. Dit is mijn einde. Ja, dit ziet er toch al beter uit, jongens, zo. Misschien dat ik daar nog even zo'n connectie daarheen kan maken, waardoor het er nog beter uitziet. Maar ik heb overal wat troepjes geplaatst. Nu nog aan die andere waterval wat troepjes plaatsen. En dan wat leaves ertussen. En dan is die gewoon al af, bewijs van. Nou, wat leaves proppen hier en daar. Wat leuk. Ik wil het niet overkillen met de leaves, want anders krijg je een beetje te veel. Maar ik denk dat het oprecht zoals dit wel leuk is. Oh, wacht. Lanterns. Dat moest ik doen. Ik moest het nog helemaal belichten. Alright, jongens. Ik denk dat hij zo wel klaar is. Ik wil weten hoe hij er in de nacht uitziet. Ik heb lekker wat lanterns ertussen gedaan. Ik twijfel of het er te veel zijn. Ik heb geen eten overigens meer. Maar ik denk dat het wel prima is zo. We hebben leuke watervalletjes. Leuke blaadjes ertussen. Misschien op lager niveau daar nog even wat blaadjes gaan plaatsen. Maar voor de rest is hij zo prima. En ik denk dat ik even de rivier uitstel tot volgende keer. Want dit is gewoon echt nog niet af. En anders ja, ben ik dingen aan het bouwen waar ik misschien andere dingen wil gaan bouwen, weet je. Dus daar wachten we zeker nog eventjes mee. Met het feit dat ik ook nog de vallei zelf wil bouwen. We gaan even wat eten halen bij het winkeleiland. Dan nemen we een half stack potatoes en nog een half stack potatoes. Dan hebben we een volledige stack potatoes. En die dingen vullen enorm. We hebben potatoes gekocht, jongens, voor 2 diamonds. Helemaal top. En dan nu door naar het volgende idee. Kan je Jordi slaan? Wat vind ik dat nou een leuk idee? Dat gaan we gelijk uitvoeren. Oh, spreek me nou helemaal de pauper. Hey, makkers. Misschien een tof idee om met noodbloks een deurbel te maken. Ze moeten dan op een button klikken en dat activeert een redstone signaal die de noodblok activeert. Hey, dat gaan we even doen. Ik vind het heel leuk om een deurbel te maken. En eigenlijk ga ik het dan op nog een leukere manier doen. Ik wil namelijk hier doen, want dit is eigenlijk mijn deur, weet je? Alleen Lorenzo komt altijd via de poort binnen. De anderen komen natuurlijk altijd via de netherportal binnen. Dus ik ga daar een soort tripwire maken. Als die geactiveerd wordt, dan gaan de noodbloks af. Waardoor ik altijd weet, als ik in de buurt ben, dat er mensen zijn als die noodbloks getriggerd worden. Kijk, tuurlijk kan je er overheen springen, maar het is ook leuk om aan te geven van kijk, ik ben er. En dan weet ik in ieder geval altijd een beetje van mensen zijn er. Dat is wel een leuke. Dus dat idee gaan we gelijk uitvoeren. We hebben alles wat we nodig hebben hiervoor, jongens. Ik heb 2 tripwires.
creeperpijs, 4 cells. Ik heb wat redstone. Ik heb wat strings. En alles kan dan gebruikt worden. Maar ik moet heel even kijken hoe ik dit het beste kan doen. Want kijk, dit is gewoon niet mooi, weet je? Oké, jongens, ik heb ze geplaatst. Ik heb ze zo gedaan. Ik denk, voor nu hou ik ze. Ik weet niet hoe lang ik dit wil houden. Maar ik vind het wel leuk om eventjes te hebben, weet je? Nu moet ik nog de noodblocks eraan connecten. Ik heb het een beetje zo gedaan, waardoor het niet echt opviel. Ook vanaf de zijkant niet. Dus nu het redstone eraan connecten. En dan is het helemaal prima. Oké, jongens, we zijn nu de noodblocks aan het plaatsen. En het leek mij leuk om een klein muziekje te doen. Een heel klein kort nummertje, weet je? En de enige heb ik al een stuk meer noodblocks nodig. Maar dat komt wel goed. Dat komt wel goed. We gaan even kijken hoe ver we komen. En met dit speak ik een beetje van het internet. Over mijn scherm. Hallo? Wat doe je? Hallo? Er is een raid! Nee! Wat is dat? Een raid! Ja, daar komen er van die poeppilletjes. Kom hierheen. Ja, ik heb zeg maar... Hey! Oh, het zijn er heel veel! Oh, het zijn er veel! Ik heb dus net al een paar gekillt. Oh mijn god, ik heb er één gekillt. Oh, maar het zijn er veel. Ik heb geen schild. Daarboven is er nog één, hier. Oh mijn god, ik ben gewoon rustig een bel aan het maken hier. Hé, hey, raids remaining, 2. Ja, er zijn er nog 2 guys. Hier, ik heb hem ook. Kijk op mijn hoofd. Oké, die kun je op je hoofd doen. Jongen, ik wou net een frame van mijn huis gaan neerzetten en ik schrok me helemaal. Je hebt ze naar mij toe meegenomen. Appelmoes. Wacht, waar is die laatste? Oh, daarboven. Daarboven. Pak hem. Familievriend. Yes, we hebben hem. Oké, nou, er komt er nog meer. Er komt meer aan. Waarom moeten ze nou weer daar vandaan komen? Kijk, die guy daar, die moet je pakken met die ding op zijn vlag op zijn kop. Die is... Dat is nooit sterk. Ja, die doet je echt ziek veel damage. En die dropt ook zijn vlag. Pak ze, Jordi. Oh, rechts. Oh, al die beesten. Skeletons. Hier komen! Hier! Je hebt een dinges gedropt. Hé, dat is je zijn. Ja, die dingen droppen af en toe emeralds. Waar bij jouw villager? Oh, nee, dat grote beest! Dat ding is echt heel sterk. Huh? Wat is dat? Ja, sterk. Ja, hè? Heb je hem dood? Ja, ik heb hem dood. Doe die andere dingen. Wat een poepbeest, hè, die villagers. Komt nog een reet, maar ik zoek hoger op. Kijk, nu zijn mijn muren, die werken gewoon. Kom, we sluiten het af. Komen ze hier ook gewoon niet op. Als ze van die kant weer komen, komen ze er niet op. Net waren ze allemaal binnen. Ja, als ze mijn villager maar niet aanraken. Deze deur moet echt dicht blijven. Ze gaan ook echt naar villagers. Ja, toe. Ze willen villagers killen, dus ik ga het absoluut ook inbouwen even. Oh, ze hebben healers. Ze hebben letterlijk heel veel healers, wat kut. Die witches die helpen hun gewoon. Wat vies. Kut, mijn pijlen zijn op. Jordi, ze zijn hier en ze hebben heksen, die healen hun. Er is weer zo'n groot monster bij, of dat niet? Nee, dat niet. Maar wel heksen, maar die moeten echt eerst dood. Laat die creeper ontploffen bij hun. Multiple damage, pas op creeper. Ja, nice. Goed zo. Wat plat. Oh, ook vanaf de andere. Volgens mij spannen ze in de base. Oh, ja. Nee. Waar zijn ze? Niet, ze zijn nog niet in de vallei. Oh, op René de Ding. Van René de Ding. Op René de Dak. Oh, en op mijn muur. Moet je zien. Kijk mijn muur. What the heck? Het zijn er zoveel. Zo, zijn er veel. Oké, is die guy hier pakken? Is die guy hier pakken? Wat is dat monster? Die kan niet uit, of wel? Oh, kijk, die guy is erop is dood gegaan. Oh, rennen. Oh. Of kan je pakken? Je hebt knockback, hè? Je hebt knockback. Pak jij. Ja. Au. Knockback doet zeg maar niks. Oeh. Ik bouw even omhoog. Oké, hij was gelukkig op mij getarget voor jou. Ja, oh mijn god, wat was dat? Oh, maar ik heb geen pijlen meer. Dit is een hele invasie! Ik heb alleen geen pijlen meer. Oké, 1-1. Hey, hey, hey! Oh, pas niet. Rennen! Rennen! Oké. Oké, kom naar binnen. Als die als eerst dood zijn, we die zijn stacked. Die spawnen vexes, van die kleine vexen heten dat volgens mij. Dus die krijgen een totem of undying. Ik weet niet of je die van deze guys krijgt. Pas die vexen, die zijn gevaarlijk. Het zijn die kleine vliegende dingetjes. Ik ga dood. Ik ga dood. Oh mijn god, die dingen die zijn sterk. Die dingen zijn echt heel sterk. Oh mijn god. Oh, meer vexen. Die dingen moeten echt neer. Ah, wat een invasie. Hé, hey, wat is dit? We hebben ze wel bijna, kom. Oh nee, hij spant ze. Daar, je ziet hem. Oh shit, wat is dat? hij moet dood, die guy. Auw. Oh. Info hier komen. Oh, pas op, daar gaat weer dingen spannen. Pak hem. Van hem krijg je totem of undying. Ja, ik heb het. Nice. Oké, die gaan we inlijsten. Hey, dan kunnen we ons herinneren aan de slag van Toeter. Blijf hem af, nymfo's. Oké, nu die dingen, dan zijn we klaar. Nog eentje. Oké. Daarboven, met de vlag. Ik pak hem. Jij mag hem hebben. Jij mag de achievements. Pak hem. Oh, er is geen achievement. Nee! Jawel! Oh, allebei! Oh! Yeah. Oh. We hebben hem! Oh. En nu zijn de deals helemaal goedkoop bij je village. Wat een slag! De slag op Toeter! Oh, zo, en ik heb het ook nog maar net overleefd elke keer. Kom naar binnen. We gaan even een item frame maken. Die gaan we hier even inlijsten. Hoe maak je ook weer een item frame? Kut, we hebben wol nodig, volgens mij. Of 1 wol is genoeg. Waar gaan we hem plaatsen? In het museum. Ik ga een crafting table onder. Hier. Ik heb een painting gemaakt. Ik heb een painting gemaakt. Ik heb het ook pas door op ben ik geplaatst. Ah, hier een mooie painting. Zo. Ik ben ook echt een doeber dat ik dat aan doe. Oh.
De slag om Toeter. En we hebben hem gewonnen. Nee, dat is niet waar. Ik werd ook aangevallen. Ja, nee, maar, zeg maar het gebeurde in... hier was zeg maar onze battle. En deze zou herinnerd worden alleen door ons twee. Niemand zal het begrijpen. Het zal bij niemand zoveel voelen als het bij ons voelt. Weet je wat we eigenlijk moeten doen? Nou? Een poster plaatsen en dan een geheim deurtje maken. Oké, wacht. Die pak ik even. Maar dat is wel heel obvious, maar dat maakt niet uit. En dan daar doen we ons museum. En halen we dit nog even weg. Dit is heel obvious natuurlijk, maar daar gaat het niet om. Jij hebt de itemframe, die kan je als goed als plat opleggen. Het ziet er even nog niet uit, het kamertje. En dan zet ik nu een sign op. De slag om Toeter. En dan hebben we een glow insect nodig, waardoor we de kleur even eraan kunnen toevoegen. Dit is ons heilige kamertje. We zullen nooit heilige vergeten kamer. Wat er vandaag gebeurd is. Nee. We zullen het nooit vergeten. Voor de content, want dat was goede content. Dat is goede content. We zullen nooit vergeten wat hier gebeurd is. Dit is echt heel obvious. Mensen gaan het echt, die denken, waarom staat daar een paint in? Weet je wat, we moeten eigenlijk aparte schilderij of zo, met een texture pack. Nee, weet je wat ik ga doen? Kijk. Ik heb echt een mega goed idee. We gaan de kamer nog geheimer maken. De kamer wordt nog geheimer op deze manier. Als ik deze sign weghaal, de tweede, en dan daar een slap doe, kan je er alleen shiften doorheen. Ah, kijk, dan denken mensen van, het kan niet, weet je. Tot ze shiften houden, dan kunnen ze eronder door. Dan is het helemaal een geheime kamer. Ja, dat is goed. Nice, hè? Ja. En dit is onze geheime kamer. Je kan er alleen doorheen shiften. Maar mensen gaan het in mijn video's zien, die gaat misbruiken. Niet doen, jongens. Jullie weten dit niet, deze geheime. De slag om Toeter met onze totem of in line. Gewoon metagaming. Kijk nou, we zullen deze dag nooit vergeten. We zullen hem herinneren. Ligt hier er mooi bij. Wat is eigenlijk een lelijk totentje. Nou, hij doet zijn best. Oké, jongens, ik denk dat hij klaar is. We hadden net een hele epic battle met Jordi en met de pilletjes en zo. Maar in de tussentijd heb ik ook gewoon lekker deze. Althans, in de tussentijd daarna heb ik deze gewoon weer afgebouwd. Ik ben heel benieuwd hoe die klinkt. Ik heb een beetje natuurlijk de noten en zo van het internet afgehaald. Want ja, hoe moet ik dat nou weten? Maar als het goed is... Ik vond dit prima, weet je? Ik vind hem leuk. Dit is zo'n de deurbel. We gaan hem nu proberen te linken aan het feit dat iemand... Oh, nee. Oh, ik heb hem weer geactiveerd. Deze klopt niet. Oké, jongens, als het goed is, is hij gelinkt. En we gaan het even testen, hoor. Komt-ie. Ah, dit is leuk. Nice. Hij is een beetje buggy af en toe, maar dat maakt me echt niet uit. Ik vind hem hartstikke leuk. Dus elke keer als iemand nu mijn base binnenkomt, dan hoort hij dat muziekje en dan hoor ik dat muziekje. Ik ben heel benieuwd hoe lang we het volhouden met hoe leuk we het vinden. Wie weet vind ik het hartstikke leuk en behoud ik het wel voor heel lang. Maar ja, dus nu als ik wegga... Oh. Doe het een dubbel. Oh, dat is niet erg. En dan hebben we dat doel ook weer uitgevoerd. Wat een leuke ideeën toch, jongens. Maar dan waren voor vandaag waren dat de ideeën. Ik wil dit concept nog een keer uitvoeren. Dus eigenlijk een deel 2 maken. Dus laat vooral onder deze video jouw leuke idee achter. Die ik, het hoeft niet eens in mijn vallei te zijn, moet bouwen. Het kan ook bij iemand anders zijn. Het kan ook een prank zijn of weet ik wat. Ik heb nu een deurbel gebouwd. Ik heb een mooie waterval gemaakt. Ik heb een geheime kamer gemaakt. Ik heb Jordi geslagen en ik heb over de muur gelopen. Jongens, dank jullie wel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Abonneer zeker even als je dat niet hebt gedaan. Je bent van harte welkom. En like ook even. We gaan voor 3000 likes. Dank jullie wel voor het kijken. Ik spreek jullie later. Glaasje water telt 4, flesje bier. En tot ziens.